Nou, logistieke ondersteuning is echt ontzettend belangrijk. Want het is een van de randvoorwaarden die je nodig hebt voordat je eigenlijk een missie in kunt gaan. Want anders hou je het gewoon maar een hele beperkte duur vol. En het is toch wel de bedoeling dat we langer dan een aantal dagen ergens onze taak kunnen volbrengen. We zeggen wel eens gekscherend, zonder logistiek heb je geen tactiek. Nou, ik kan wel zeggen dat logistiek eigenlijk het belangrijkste is binnen Defensie. Zonder logistiek staat eigenlijk de hele eenheid stil. En daardoor is het belangrijk dat de logistiek altijd goed in de hand is. Om een klein voorbeeldje te geven, als er geen brandstoffen zijn in het uitzendgebied, staan de voertuigen stil. Staan de voertuigen stil, kunnen de mensen niet naar buiten om met de burgerbevolking te gaan praten. En dat betekent dat wij dan stilstaan. En dat is voor Defensie eigenlijk niet de juiste manier. Nou, het bevoorradings- en transportcommando, dat waren voorheen een aantal wat meer losse eenheden. Die zijn samengevoegd en zij zorgen voor het transport, voor de bevoorrading en ook voor een stukje diensten binnen Defensie. We hebben elkaar allemaal nodig en we doen het met elkaar. Dus wij zorgen er ook voor dat de mensen die voorin in het veld zitten ook de randvoorwaarden voor hun geschept zijn. Dus we doen het met z'n allen.